Wat een Mariot, volle storm over de hele provincie en in het watergebied de meeste wind. En daar orkaan kreeg tolven. En dan die buien en dan het ruimwetter en de skeer. Ja, dat komt dan, dat jet bij dat waartype. Maar het is wel een roege duiwester. En toen kwam er van de middag nog een paar buien achteraan. En dan merk je nog altijd dat dat stormbuien binnen. Ik heb bij mij een haas. En het ging er flink omhoog in haas. En nou, joen en vannacht. Nog altijd een aantal buien. Misschien wel mijn kans op tonger. Stormbuien ik, maar zwieren nog zwieren misteten. Maar ik probeer opklarings. Temperaturen zijn 9 tot 11 graden. En tussen de buien terug een krachtige onthuddewien in het kustgebied. Maar verder op de provincie is het dan nog rustiger. Monodij, ik een peerbuien, misschien maar tonger. Maar verder zie ik, sta er gewoon meer zinnen en sta er gewoon droeg en droeger waar. En verder zijn wij morgen temperaturen noemen bij de 13 graden heen. De wien uit het westen en het zuidwesten waai krachtig onthut. Op naar de dagen die volg je, waai je tongens en vrijd. We binnen toch een 3 dagen op een richtje met zo'n 12 of 13 graden. Steeds met temperaturen gewoon voor deze tijd van dier. Dus zinnen er eens even bij. Maar op toon is het toch wel een protte bewolking en let er op een duirijn of een aantal buien. En vrijdag liet het dan weer een meest of heel dal droeg uit te worden. De wien meest krachtig of hut in het watergebied, maar dat is al een stik rustiger als je hoort. We moeten morgen, maar weer even in het waarschijn.